Het leek een beetje op, ken je die mensen die langs de kant van de weg staan en die zijn dan bomen aan het snoeien. En hebben zo'n enorme tak vast en die stoppen zo'n tak in zo'n hakka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 k
Takken confetti komt er dan uit, aan de andere kant. Wat is zo'n ding? Hakselaar? Nee. Dat ding heet een hakselaar? Wat een geweldige naam! Hakselaar! Wat voor geluid maakt die? Hakakakak, hakselaar! Huppatee! Man! Dat was volgens mij een hele snelle, korte brainstorm-sessie, denk ik, op kantoor. Bij het benoemen van de naam. We hebben een nieuw naam nodig voor ons product. Wat voor geluid maakt die? Hakakakakak, hakselaar! Come on! Let's go! Pauze! Hey, we hebben een nieuw naam nodig voor dit product. Waar is het? Ja, het is een soort van bel. Waar gebruik ik het voor? Ja, het is voor een fiets. Fietsbel! Come on! Hey, we hebben een nieuw naam nodig voor dit product. Ja, waar is het? Ja, het is een soort van kast. Wat doet die? Ja, die houdt dingen. Cool. Koelkast! Come on! Hey, we hebben een nieuw naam nodig voor dit product. Waar is het? Ja, een soort van olie. Waar gebruik ik het voor? Ja, eigenlijk overal voor. Behalve sla. Slaolie! Let's go! Uren. Uren kan ik dit doen. Uren.